Wat kan je nou in de hemelsnaam kopen voor €15? Niks. Ja, dat kan mij er verrot, wat ze ermee doen. Dat is toch wat ze willen? Ja. Nou, mijn zus is donderdag jaren. Oh, wat leuk, gefeliciteerd. Ja, werd een soort open tikkie verstuurd. Oh ja, want er wordt in een appgroep. Een gezamenlijk cadeau wordt er aangeboden. Dat vind ik erg. En dan moet je toch uiteindelijk zeggen van, nou ja, weet je, je moet dan iets... Je moet een geldbedrag overmaken. Je moet iets doneren. Wat is gepast om aan je broer of zus te geven? Of wat geef je gemiddeld? Dat is wel even leuk om gewoon even een klein onderzoekje onder ons te luisteren. Evelien, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ga jij hiermee om als het om gaat, of familie zeg maar? Hoeveel geef je eraan? Nou, ik heb 11 broers en zussen. Zo. Oh, dat doe je 100 piek per persoon. Ja, nou denk ik niet. Nee, dat snap ik. De helft die verdient nog niet eens €100 bij wijze van spreken. Maar ik kan me voorstellen... dat is genoeg. En ik denk ook misschien dat jouw broers en zus, die hebben ook weer kinderen. Dus jij bent ook meerdere keer tante wellicht. Dan je bent een godsvermogen. Komt er ook nog eens bij. Maar hoeveel verjaardagen heb jij in het jaar, Evelien? Dat loopt in de tientallen. Elke maand 2, 3. Elk hoor. Dus jij hebt gewoon werkt eigenlijk voor die ene bitterbal. Nou, bij de meeste krijg je nog niet eens een bitterbal. Hier is het altijd het kan niet gek genoeg. Nee, en ga je bij een ander, dan krijg je een glaasje 3S limonade. De relatie komt eruit. En hier is het Coca-Cola. Ja. Zo werkt dat nou eenmaal. Oké, Evelien. Maar jij hebt zo'n 40 verjaardagen minimaal. Nou, ja, zeker. Niet te geloven. Ja. Als jij jouw verjaardag viert... Al jouw weekenden zijn gewoon... Nee, maar dan heb jij gewoon 80 man over de vloer. Ja, soms moet je het gewoon in 2 keer vieren. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Ja, echt. Leuk, hè, zo'n grote familie. Ja. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nou, moet ik ook wel zeggen dat we er een paar gedeserteerd hebben. Dus je kan niet met alle 11 vriendjes zijn. Dat gaat gewoon niet. Oh, je hebt ruzie ook met een paar? Nee, toch? Nou ja, ruzie is... meningsverschil. Ze staan voor de deur en dan blijven ze staan. En voor de rest, Wat is dit? Dit is een vrouw naar mijn hart. Want die zegt nou precies zoals het overal gaat. Met de ene jullie zijn een zender naar mijn hart. Dus elk huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat sowieso. Zo hoor. Ja. Maar Evelien... Jongens, het kruiskroot hoor. Hoe groter. Je woont in de kerk, begrijp ik. Maar Evelien... Dat klopt. Wij hebben daar nog steeds niet ingegaan. Hoeveel geef je dan aan die broers en zussen? Welk bedrag? 15 €15. Vind ik nog veel. Maar wat kan je nou... Nee, maar luister. Wat kan je nou in de hemelsnaam kopen voor €15? Niks. Ja, dat kan mij er verrot. Dat zullen we mee doen. Dat is toch wat ze willen? Ja. Evelien. Ze gooien het op één hoop en de meesten die zuipen en roken, dus gaat toch op. Ik drink niet, ik rook niet. Ja, ik bedoel, ik ben gezellig van mezelf. Ja, dat is niet open. Dat bestaat geen twijfel over.